dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik had echt zo'n leuk idee voor een video. Ik mocht namelijk allemaal dingen uitzoeken voor Naked. Had voor jullie een leuke kortingscode of heb voor jullie een leuke kortingscode. En al die items had ik meegenomen naar Ibiza. Ik dacht, leuk, dan ga ik op Ibiza als ik die outfits aan heb. Ga ik per outfit ga ik stukjes filmen. Dat ik jullie gewoon meeneem door mijn outfits heen op Ibiza met de outfits van Naked. Dat heb ik bij twee outfits gedaan. De rest gewoon helemaal vergeten. We waren zo druk bezig met foto's maken. Niet aan toegekomen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon hier in Nederland afmaken. Ik ga beginnen met de twee outfits die ik dus op Ibiza heb gefilmd. Die krijgen jullie zo meteen te zien. En daarna ga ik verder met de outfits die nog over waren. Die ik ook mee had naar Ibiza, maar die ik daar niet heb gefilmd. Van sommige heb ik wel ook foto's gemaakt, dus dan zal ik de foto's erbij plakken. Maar ik hoop dat jullie het alsnog op deze manier leuk vinden. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Ook de kortingscode zal ik nog eventjes in de beschrijving erbij zetten. Maar die zal ook nu eventjes in beeld komen. Dus heel erg veel plezier met kijken. Oké, ik heb nu deze jurk aan. Van Naked dus ook. Beige gehaakt in een XXS. En hij is helemaal aan de grond. Een open rug. Ik vind het echt zo mooi, die rug. Ik kan ook nog zelf strakker doen. Volgens mij hebben ze dus ook nog een andere kleurtje. Maar ik vond dit beige wel heel erg mooi. En we gaan nu shooten met sieraden. Ik heb nu mijn tweede outfit aan van Naked. Ik ga hem even aan laten zien, want ik vind deze zo geweldig. Het is dus een blouse. Een gehaakte blouse met beige en donkerblauw. En een beetje oranje-geelachtig erin. En daar hoort dus deze broek bij. Hoe leuk is dit? Hij zit ook zo lekker. Ik heb de top in een XS en de broek ook in een XS, zodat die lekker een beetje groot valt. Ik vind het echt een heel erg leuk en lekker pakje. Even kijken of je het hier misschien iets beter ziet in die broek. Helemaal leuk vind ik dit. Dit is echt een van mijn lievelings, denk ik. Oké, om te beginnen deze rok. En hier hoort dus eigenlijk nog een topje bij. Maar die zit eventjes aan de waslijn, die is nat. Maar deze rok, en die heb ik allebei, het topje en de rok in een XXS. En ik vind deze zo mooi. Ik heb deze toen ook aangehad toen we een avondje uit eten gingen. En ik vind het gewoon heel erg mooi dat hij aan de bovenkant het topje dan wat bloter is. En dat het rokje gewoon, dat die rok gewoon helemaal lang tot de vloer is. En hij heeft hier dus ook nog een soort knoop zitten. En die heeft hij dus bij dat topje ook. Dus dat is allereerst deze. Dan deze linnen broek. En dit is een beige. Ik heb hem dus ook nog in het wit van Naked. Ik had ze dus allebei besteld. Maar die zit in de was. Want die was een beetje vies. Want hij is net iets te lang. Dus ik moet ze eventjes laten inkorten. Maar dit zijn zulke mooie linnen broeken. Dus echt, die kwaliteit is ook echt super mooi. Lekker dik ook. Ik heb ook wel eens een keer een andere van Naked gehad. Maar ik vind deze echt 20 keer mooier. En deze heb ik dus ook nog in het wit. Maatje 34. En deze is van de Josephine collectie als het goed is. Deze strandrok vond ik ook zo mooi. Ik had dan een bruin bikini topje erbij. En dan deze rok. Hij is dus helemaal gehaakt. Kijk. In het oranje. Het is wel echt heel veel oranje. Maar ik vind dat heel erg mooi als je wat bruiner bent. Hij is wel echt veel te lang. Maar ik vind het ook wel weer een heel erg leuk effect geven. Dan zou je er ook altijd nog hakjes onder kunnen dragen. En dan bijvoorbeeld 's avonds aan kunnen. Ik heb deze in een maatje XXS. Heel erg leuk. Altijd eigenlijk met van die rokken van Naked raad ik altijd aan om een maatje kleiner te nemen. Omdat Naked vind ik sowieso al best wel groot vallen. En van die rokken ook. Dus toen zeg ik, neem altijd een maatje kleiner. Maar ik vind deze heel leuk. Dan een heel erg leuk strandje. Want jij schijnt wel een beetje door. Want ik heb gewoon mijn ondergoed er even onder aangehouden. Anders zie je echt alles. Maar dit is een beetje een taupe groen beige gehaakt strandjurkje met dus ook een open rug. Ja, je ziet nu die bij haar bandje zitten. Maar met een bikini vind ik dat niet heel erg als je dat ziet. En deze is dus ook van de Josephine lijn. En hij ziet er heel warm uit omdat hij zo gehaakt is. Maar dat valt echt best wel mee. Ik vind het wel heel erg leuk. En deze heb ik in een maatje XS. En ik moet zeggen, deze zit best wel wat strakker. Dus met deze ook gewoon je eigen maat nemen. Of als je hem wat wijder wilt, een maatje groter. Maar en in je nek kan je hem dus nog dichtmaken met zo'n knoopje. Dan deze hier vond ik echt heel mooi. Maar ik denk dat hij voor het mooie, ik ga hem even goed dicht doen. Ik denk dat hij voor het mooie misschien net iets te groot is voor mij. Maar dat is deze groene jurk met van die hele wijde mouwen. En verder komt hij niet helemaal tot de grond. Hij heeft hier wel nog een splitje zitten. En aan de achterkant heb je dan best wel een lage V-hals.
vind het wel echt heel erg leuk. Misschien dat ik hem wel ga knippen als topje. Dat ik dat meer draag. Want ik vind die onderkant toch een beetje groot bij mij. Ik heb hem in een maatje 32. Het is echt een heel erg lekker stofje. Het is een beetje een groene kleur. En het rekt ook lekker mee. Heel erg leuk. Maar wat je bijvoorbeeld natuurlijk wel nog kan doen. Als je een beetje zo over je schouders heen draagt. Dan is hij alweer iets minder groot hier ofzo aan de bovenkant. Maar goed, wie weet maak ik er wel een topje van. Maar ik vind deze wel echt heel erg mooi. En de kwaliteit van deze voet ook echt heel erg goed. En dan als laatste deze jurk. En elke keer als ik deze jurk aantrok, zei ik ook tegen mij, dit voelt alsof ik ga trouwen. Maar ik vind dit zo'n mooie jurk. Hij is dus een beetje wit, maar een beetje gebroken wit. Met een hele mooie diepe V-hals en dan wat wijdere mouwtjes. Ik weet niet of jullie dat op camera goed kunnen zien, maar het is een soort van ribbelstofje ook zit erin. En dan is hij helemaal lang tot aan de grond met een split bij je been. Dit is zo mooi. En aan de achterkant heeft hij dan ook nog een V-hals. En in het midden wordt hij dan strak getrokken met zo'n band. Ik heb deze in een maatje 32 en deze is echt perfect. Echt een soort bruiloftavondjurk of zo lijkt het wel. Voor als je naar een diner gaat. Echt heel erg leuk. Met deze ben ik echt heel erg blij. Het is altijd zo'n ding wat mooi is om in je kast te hebben hangen. En ooit nog een keertje heel goed van pas gaat komen. Ik hoop dat jullie dit alsnog een beetje een leuke oplossing vonden van de video. Sorry dat het dus niet helemaal is uitgepakt zoals ik het in mijn hoofd had. Ik was heel goed begonnen, alleen nooit afgemaakt. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video toch leuk vonden. En de kortingscode gaan gebruiken. Alle linkjes staan, zoals ik al zei, in de beschrijving. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende.